Kom binnen, jongens. Oh ja, wat komt er? Hey, Matthijs! Wat is er aan de hand? En waarom zijn er camera's? En waarom ben je zo gastvrij? Jij biedt mij nooit een glas water aan. Wil je geld? Nee. Gaat het niet goed, denk je? Ik droom er al vanaf mijn 14e van om met een band op te treden door heel het land. Toeren, om op festivals te spelen. Dat wil ik nu gaan verwezenlijken. Maar eerst even dit. Want je kent mij en mijn vrienden waarschijnlijk van programma's als Streetlab en The FOMO Show. Maar wat je misschien niet weet, is dat muziek maken mijn allergrootste passie is. Op mijn 14e leerde ik mezelf gitaar spelen. Vanaf dat moment kon ik niet meer stoppen. Samen met wat vrienden richtte ik een band op en we waren bloedfanatiek. Nu, jaren later, na wat singles als solo-artiesten hebben uitgebracht, droom ik er weer van om met een band samen muziek te maken. Deze zoektocht wordt vastgelegd door onze cameraman Matthijs en ik krijg hulp van mijn vrienden Daan en Toby. Dit is Jasper Zoekt Band. Even een hele kritische vraag, hè? Mm. Ben je niet 10 jaar te laat? Nee, tuurlijk niet. 10 jaar geleden was ik daar echt nog te onzeker voor. En ja, toen maakte ik natuurlijk ook wel muziek, had ik ook bandjes, maar nu... Mm-hmm. Ik geloof er echt in dat dit kan en dat dit gaat gebeuren. En dat is het belangrijkste om het te laten slagen. Waarom ik de vraag stel is, als ik kijk naar de wereld van popmuziek... Ja. Het is best wel een young man's game. Ja, maar je kunt op je 40ste ook nog doorbreken met muziek. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dus, en ik stel mezelf de uitdaging dat ik deze zomer... nog op één van de grootste festivals van Nederland speel. Ja, en waar heb je mij voor nodig dan? Allemaal dingen die jij zelf gaat doen, die heb je... Ik heb jouw support nodig, Toby. Mijn support. Nou, die heb je. Kan ik weggaan? Nee, maar jullie kennen mij als geen ander. Dus we samen gaan kijken naar welke muzikanten het beste bij mij passen. Dus wij hebben inhoudelijk gezien niet iets over de muziek te zeggen? Nee. Je wil ons eigenlijk alleen als een soort Henk-Jan Smits, Journey Kaagman. Ja, maar dan zonder het zeggenschap. Want ik zeg toch dat jullie mede verantwoordelijk ervoor zijn? Je zit gewoon echt voor de cloud. Ik wil mijn kop ook niet in een thumbnail zetten. Jullie hebben verstand ervan, jullie kennen mij goed, dus jullie weten toch ook wel goed... Wie er bij jou in de band past. Ja. Ja. Nou ja, het moeten mensen zijn met een niet zo groot ego. Ja, en ook niet te lang, want anders heb je zo'n klein frontman... dat je met zo'n lange band erachter. Dus het moet wel... En deze zomer speel ik dus op een van de grote festivals van Nederland. Want dat heb je al geregeld. Nee, dat ga ik nu regelen. Ik weet gewoon dat je alles in het leven kunt manifesteren. Dus dit gaat me gewoon lukken. Ik had het al door. Ik had het al door dat je het op de manifestatiemanier deed. Want je zei van... Ik sta deze zomer op een heel groot festival. Ja. Dat roep ik ook al jaren. Ja. Wil je in de reguliere programmering staan? Het maakt me niet uit als ik maar op een podium sta op een van die grote festivals. Ja, oké. Okay. En dan is het zo van, hallo, heb je nog een plekje voor mij? Ja. Dat ze dan denkt, nou, wat leuk dat je zelf belt. Nee, ik ga ze uitnodigen voor het optreden. Ik zit hier, hè. Ja, nee. En als hij is aan het manifesteren op dit moment. De universe moet het ook horen. Ja, precies. Ik sta op een festival. Ik ga ze uitnodigen voor dat optreden. Daar ga ik met mijn band spelen. En dan blaas je ze helemaal weg. Precies. Dit gesprek voelt misschien ook wel een beetje oncomfortabel. En dat is alleen maar omdat we van je houden en dat we voor jou het allerbeste willen. Ja. Dus als vriend doe ik hier graag aan mee, maar ja, we zijn wel eerlijk. Dan nog even over de pegels. Wat betaal je? Ja. Dat moet ik nog even vragen. Oké. Okay. Maar... Ik ben niet goedkoop. Matthijs ook niet. Nee. Dankjewel, jongens. Zet hem op, hè. Het is ondertussen half maart. Dus wil ik nog een goede kans maken bij de festivals... dan moet ik nu ook echt doorpakken. Ik ga nu bellen met de programmeur van de popzaal, van Echo... om te kijken of we daar kunnen spelen. Omdat ik natuurlijk een optreden wil plannen... waar ik de programmeurs van de grote festivals... met mijn nieuwe band ga overtuigen dat wij op dat festival moeten spelen. En een beetje snel, want ja... het festival zijn al bijna begonnen, zeg maar. Hey Dirk. Voor ons is het eigenlijk niet echt een optie om later dan juni te spelen. 24, 25 en 27. Oké. Okay. Nee, laat maar weten of een van die dagen lukt. Ja, top man, dankjewel. Ja, het is een beetje laat. Eind mei. Een paar weken later op Pinkpop willen spelen. Wat is je plan B eigenlijk? Het liefst zou ik in de kleine zaal van Paradiso willen spelen. Die hadden niet heel veel interesse, maar ik kan ze gewoon nog een keer proberen te bellen. Ik ben op zoek naar Eva. Die is per mail bereikbaar. Ja, ik heb al met haar gemaild, maar ik zou dat toch graag... Oké, ze is nu niet hier aanwezig, dus ik kan niet aan je doorverbinden. Oké. Oké, hoi. Dat gaat dus gewoon niet lukken.
Om niet de programmeur van Lowlands gaan opbellen en zeggen... hé, hey, wil je naar mijn optreden komen kijken? Waar, wanneer is het? Ja, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog regelen. Dat klinkt toch ook niet professioneel? Ga je nu bellen? De Q Factory. Ik ben op zoek eigenlijk naar de live programmeur van de Q Factory. Niet aanwezig op dit moment. Oké. Okay. Kan ik misschien wat doorgeven? Wanneer zou ik die kunnen bereiken? Ik weet dat hij nu er niet is en ik heb verder geen inzicht op zijn agenda. Oké. Wat nu, Matthijs? Bitter zoet zouden we nog kunnen proberen. Dan, dat lijkt me dan de beste optie. Om de kleine zaal dan op de grote zaal. Telefonisch krijg ik de bitterzoet niet te pakken. Maar we hebben haast, dus probeer ik het via de mail. Met succes. Want enkele dagen later is het eerste optreden van mij in de band in de bitterzoet een feit. Nu de muzikanten nog. We zijn in Den Haag, bij het Paard. Daar vinden zo meteen de 3FM Awards plaats. Daar zijn natuurlijk alle artiesten, nou, in welke scene ik ook terecht wil komen. Het is een mooi moment om eens even wat advies te vragen aan die artiesten. En ik wil ook gelijk even een artiest vragen, eigenlijk strikken om jurylid te worden voor mijn selectie voor de band. Hij mag niet, hè? Ik toch een beetje ongemakkelijk, Matthijs. Wat een slecht idee. Ik voel ook een beetje Toby als jullie zo zitten zijn. Dat klinkt niet via zo. Nee, ja, maar ik word er gewoon een beetje ongemakkelijk van. Ja, ik heb een vraagje. Ik ben namelijk bezig zelf een band te vormen. Ik vroeg me af of jullie nog tips hebben. Volgens mij zoek Enzo nog tot zanger. Ja, gast. Ja, dat zijn Niels nog. Ja, die nog naam. We zijn nu deze tijd zeg maar heel erg naar elkaar toe gegroeid. We hebben totaal verschillende mensen. Maar ook met verschillende muziekstijlen. Zoek juist ook buiten jouw eigen vijf. En zou een van jullie misschien leuk vinden om te helpen met de zoektocht? Ik vind het wel leuk. Ja, ik heb wel heel goed intuïtie gevoel. Dus ik weet het, ja, ik weet wel of er, ja. Het zou top zijn. Maar ik heb mezelf ook de uitdaging gesteld dat ik deze zomer op een van de grote festivals van Nederland wil spelen. Deze zomer? Lowlands, de Zwarte Cross. Oh ja. Ja, dat is wel crazy. Ik ben heel benieuwd of het lukt. Ja. Manifesteren. Ja, dat nee, precies. Maar baksie, ja. Ja, sowieso. Dat is leuk. Ricky van Ronde wil in ieder geval helpen met jureren. Ik vind het ongemakkelijk, maar het is toch nuttig. Ik ben toch blij dat we hier staan. Hey, het zijn de gitarist en basgitarist van Kensington. Dus, ik zou het even kunnen vragen. Ik ben bezig om een eigen band te vormen. Hoe moet ik dat aanpakken? Heb je ooit al eens met bescheiden succes gedaan, toch? Ja, maar ik wil het nu goed gaan aanpakken. Ja, ik vind het heel belangrijk dat iemand wel een eigen stijl heeft. Ja, ja. Ik zou wel iemand zoeken die in één ding heel erg goed is. En het moet wel een beetje gezellig zijn. Nou, nee, maar dat is het. Ja. Het moet uiteindelijk toch zo van vrienden voor het leven worden. Ja, ga niet in je band spelen, hoor. Nou, oké. Jammer. Okay, net als Goldband, dat is echt een vriendengroep. Dat zie je aan alles. En een vraag. Ik ben bezig met een eigen band op te richten. Niet doen. Dat is je advies gelijk, ja. Kappen ermee. TikTok moet je hebben en Instagram. Dat is echt heel belangrijk allemaal. Ja, je moet even voor gaan ja, seks. Je moet daar gewoon seks gaan. Ja, Chris. Heb je ken je de boekers die ik... Zeg ik. Zin in seks. Ja. Mensen die je kent, moet je gebruiken, man. Ja, oké. Okay. Ga ik gebruiken, man. Ja. Ik kan dit. Hard schreeuwen, heel hard schreeuwen. Ik had het even nodig. Kom op. Jeez, dat is echt niet zo moeilijk, hoor. Zou ik u wel mogen vragen? Zeker. Gewoon vrienden hebben die muziek maken. En je moet eerst in een andere band floppen. Ik heb vroeger bandjes gehad. En ik heb ook wel wat vrienden die ook in de muziek zitten, maar... Ja, mensen vinden die gewoon hetzelfde denken als jou. Dat is het allerbelangrijkste. En dan gaat de rest vanzelf. Ja, ik denk dat ik toch wel wat mensen van mijn karaoke band moet vragen. Toch want wel. Ik dacht helemaal beginnen van scratch. Maar ja, met hun heb ik al een klik. Okay. En ik heb de droom om deze zomer al op een van de grote... Op Lowlands te staan. Of een ander groot festival. En je mag altijd groot droom. Als het je lukt, moet je even vertellen hoe ik het heb gedaan. Ja, wil is goed, is goed. Ja, oké, okay, thanks jongens. Veel succes. Thanks. Ja, toch bij je vrienden zoeken. Ik heb wel wat muzikale vrienden. Ik heb natuurlijk een karaoke band. Hallo. Hallo. Jij hebt natuurlijk verstand van muziek. Ik ben op zoek naar mijn eigen band. Ja, ik ben zelf een zeer matige drummer. Ja? Ja. Jammer. Ja, ik heb in een band gedrumd. Zou je het misschien leuk vinden om te helpen bij mijn audities? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dat lijkt me wel. Wat een eer. Ja. En laten we dan een beetje kijken wat matcht. Ja, precies. Toen voor een stukje wijzer geworden, Matthijs. En een paar mensen gesproken die me willen helpen
in de zoektocht naar de band. De volgende avond treed ik toevallig zelf op met mijn karaokeband In het Paard. Met Niek, onze toetsenist, heb ik een goede klik. En besluit daarom het advies aan te nemen en gelijk de stoute schoenen aan te trekken. Hey, Niek. Ja. Je weet als het goed is dat ik op zoek ben naar een band. Dat klopt. En nou wil ik dus daar audities voor gaan houden. Maar eigenlijk wil ik gewoon vragen of je in mijn band wil spelen. Lijkt me super nice, man. Ja, ja, lijkt me te gek. Wat van te maken. Dan gaan we er... Lekker, maat. Door een andere tip van mijn bezoek aan de 3FM Awards, gebruik de mensen die je kent, ben ik op nog een idee gekomen. Ik ken dus iemand die de directeur van Lowlands kent. Dus ik dacht... Dat is toch een flinke stap. Ja, maar het is maar één hand verwijderd. Dus ik dacht, als ik diegene nou een appje stuur met de vraag... joh, ik ben bezig met het programma, ik zou graag Erik willen interviewen. Heb je misschien zijn e-mailadres voor mij? Ja, misschien geeft hij die dan wel gewoon. En dan kan ik gewoon rechtstreeks Erik, de directeur van Lowlands, mailen met de vraag... joh, mag ik jou interviewen? Want ik maak een programma over dat ik een band zoek. En nou, vind ik leuk om hem daar dan wat vragen over te stellen. Niet erbij zeggen dat ik natuurlijk een vraag of ik op Lowlands mag spelen. Maar toch een beetje via-via. Want als ik het via officieel Mojo ga doen, dan zeggen ze... ja, volgend jaar 2024 mag je hem een keer interviewen. Oké. Okay. Ja, we moeten toch wel proberen, hè? Mijn vrienden Daan en Toby zijn erg druk momenteel. Maar ze hebben beloofd om mij te helpen. Dus besluit ik als verrassing langs te komen om mijn masterplan ook met hen te bespreken. We zijn hier als goed is een videoclip aan het opnemen. Weet ze dat je komt? Nee, ik heb niet gezegd dat ik kom. Ik hoor al een soort dictatoriaal geschreeuw. Dat kan niet anders dan dat dat Toby is. Hey, man. En Matthijs. Het is al een paar keer misgegaan vandaag. Ja, wat dan? Nou, er mocht hier eerst geen rook. Snel dicht. Kom blijkbaar niet op een goed moment, Bobby. Mag ik hem trouwens vragen? Nee. Ik moet aankondigen, lief. Nee, ja, maar ik dacht... Want we lopen terug in tijd, of achter in tijd. Ja, ik wilde heel veel jullie iets vragen. Ik zat natuurlijk te denken, hoe ga ik nou in contact komen met de directeur van Lowlands? Ik dacht, wat nou als ik hem geprobeerd te strikken door te vragen of ik hem mag interviewen? Dat was jouw plan. Wat een origineel idee, Jasper. Volgens mij had Daan dit idee voor de dien, maar ik vind het heel leuk dat je dit hebt gedaan. Ja, ja, dat je great minds think alike. Ja. Dus, ja, dat zal het zijn. Maar je komt even vragen of je het idee mag lenen vandaan. Nee, ja, of wat jullie ervan vinden. Nou, wij vonden het een heel leuk idee, ja. Ja. We kunnen ook samen erheen gaan. Vraag of we allebei er mogen staan. Tobias gaat ondertussen gewoon onverstoord door. Maar, en hem gewoon eigen vragen over, hè, hoe word je nou een succesvolle band? Dat ga ik vragen. Waarom zou hij tijd maken voor jou om nu een interviewtje te geven over een bandje beginnen? Ja, via wel... Ja, heb ik al een bericht gestuurd. Niet meer op een andere manier? Nee, dus ik heb het al wel... Oh, deze dus het quasi is eigenlijk al geschiet, ja. Oké. Okay. Echt wel, ja. Kan ook... Lowlands is, dat is de Holy Grail? Nee, Zwarte Cross of Pinkpop vind ik natuurlijk ook fantastisch. Ja. Maar ja, ik moet natuurlijk op meerdere paarden wedden. We gaan nu de studenten? Ja. Wij moeten door. Ja, nee, dat is ook zo. Sorry. Nee, ja, succes, hoor. Ja, het is blijkbaar niet heel origineel met dit idee. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom of het effectief is. En ik denk dat dit gewoon de beste manier is om deze man te spreken. En te polsen. Of die naar mijn optreden wil komen kijken. Want uiteindelijk is dat de manier hoe ik hem wel echt wil schrikken. Is dat hij naar mijn optreden komt kijken. Ik hem omverblaas met mijn nieuwe band. En dan hopelijk deze zomer op Lowlands kan spelen. En dan, terwijl de moed me behoorlijk in mijn schoen is gezakt na het bezoek aan mijn twee vrienden... Holy shit, ik krijg dus net een mailtje van de fucking directeur van Lowlands. Dat ik hem mag interviewen! Boom! Kom op, man! Lowlands in die kant! Holy shit, dit is zo fucking vet! Holy fucking shit! En natuurlijk kan ik het niet laten dit weer met mijn twee vrienden te delen, aangezien het me toch gelukt is. Hallo! Jullie raden nooit wat ik geregeld heb. Een interview met de fucking directeur van Lowlands, gek! Kom op, hè! Nou, gefeliciteerd. Hey, maar dan heb je toch nog niks? Nee. Gasten, doe eens even wat positiever. Hij zei gewoon, is goed, kom maar langs. Dat is toch fucking vet? Ik denk dat het heel fijn is dat je dit interview hebt. Alleen ik denk dat je goed moet nadenken over wat je nu tegen hem gaat zeggen. Ja, maar ja, ik moet het toch gewoon proberen. Ja, maar heb je trouwens niet programmeurs die daarover gaan? Ja, nou ja, ik kan het altijd op afschuiven. Maar ja, als de directeur zegt ik wil jou hebben, dan gaat het wel gebeuren, denk ik. Ja.
Ja, daarom. Maar zorg dat je eerst wel dat het echt een interview is. Niet dat je één stomme hitkant vraag stelt en daarna gelijk mag optreden. Zo heet dat je eerst even lekker met de haartjes meestrijken. Lekker veel feitjes erop die je over hem weet. Ja. Dan helemaal jou aardig vindt na al jouw prachtige, suggestieve, positieve vragen. Dan moet je hem erin gooien. Ja, precies. En kan jij voor mij twee dingetjes uitzoeken, Jasper? Ja? Nou, één is waarom het zo verdomme tering druk was de afgelopen jaar. Ik kwam er niet doorheen. Ik ben echt in paniek geraakt. Dat zou ik hem vragen, ja. Ik heb een tering tyfus hart stond, want ik heb echt een suis in mijn ogen. Hygiëne nog, dingetjes? Ja, waarom is die wc zo ontzettend vies zijn? Ik durf dan niet naar het toilet. Overal zijn godvergeten lang zijn. Het is gewoon een gore geldschraper. Zij de mensheid uitbuigt. Maar misschien kun je deze vraag zeg maar combineren in één vraag. Waarom het zo'n kutpest is? Vraag dat even. Nog meer goede tips, jongens? Nee, succes. Oké, dank jullie wel, hè. Tot snel. Oké. Doei. Hey, je hebt, het is de grote dag. Je gaat de directeur van Lowlands interviewen. Ja. Maar je hebt nog steeds geen band. Nee, dat klopt. Wat ik zeg, ja, nee, ik bluf me er wel doorheen. Ik zeg wel gewoon dat die band er al is. Ah, daar gaan we. Yo, wat een laag ding. Dat je me dit nog aandoet, terwijl ik zo zenuwachtig ben in deze auto laten rijden. Maar hoezo? Hoe gaat het met je? Nou, ik ben echt fucking zenuwachtig. Deze man is een legend. Dit is de directeur van Lowlands. Gewoon het fucking vetste festival van Nederland. Dus dat wil ik ook nog eens goed doen. En daarnaast wil ik gewoon niet mijn kansen verspelen hiermee, snap je? Het is niet helemaal... Het is niet helemaal hoe het werkt, zeg maar. Iemand vragen voor een interview om vervolgens gaan vragen of je op zijn festival mag optreden. Hoppatee. Zo, nou, een beetje scheef geparkeerd. Het gaat gewoon helemaal lukken, dit. Oniva. Oké, daar gaan we. Hallo, goeiedag. Hey. Hey. Hoi, Erik. Goed te zien. Hey, hallo. Ik allereerst onwijs bedankt dat we even langs mochten komen. Graag gedaan. Ja, jij bent natuurlijk de directeur van Lowlands. In mijn ogen het vetste festival van Nederland. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Maar nu ben ik een beginnend artiest. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jij daarop kijkt. Eén, je probeert blind te luisteren naar wat hoor ik. En komt dat oprecht over en is dat origineel? En dan valt er al ontzettend veel af. Al die boekers die krijgen gewoon, ja, ik denk wel 100 uur per week anders voor hun kiezen, alleen al om naar te luisteren. Ja, ja. Dus wat steekt er op een gegeven moment bovenuit? Natuurlijk heb je je eigen voorkeuren, maar het belangrijkste is toch van, gebeurt er wat in het publiek? Want daar doe je het voor. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk te vatten in woorden. Maar wat wel, denk ik, een rode draad is bij muziek die er doorheen komt, is dat het oprecht is, dat het uit het hart komt. Dat kan best bakvissenmuziek zijn van liefdes die teloor gaan. Maar het gaat erom dat het publiek daar iets in herkent, wat soort van universeel is, denk ik. Ja. Ik ben nu dus zelf een beginnend artiest. Ja. Heb je nog adviezen voor me? Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het is een heel democratisch publiek beslist. Ja. Je moet gewoon zieltjes winnen en als je geluk hebt op de goede plekken spelen, die zorgen dat daar nog een keer een soort hefboom-effect komt. Ja. Een soort vliegwiel-effect komt, ja. Oké, nou ja, dat ga ik doen. En wat voor soort muziek doe je? Want ik heb nog niks gehoord. Ja, ik zou het je best willen laten horen als je... Ik kan je niet beloven dat je in de X-Way staat. Nee, dat snap ik. Ik kan je wel vertellen wat ik ervan vind, ja. En terwijl ik met Erik luister naar mijn muziek, afwachtend of hij het goed vindt, raap ik al mijn moed bij elkaar om de vraag te stellen waar het echt om draait. Nou, het zit goed in elkaar. Thanks. Ja. En goede stem. Thanks. Goede compositie. Goed, het klinkt goed. Dus, Nou, dank je. Dan zou ik toch nog een voorstel ook willen doen, Erik. Ja. Ik heb al een optreden gepland met mijn nieuwe band. Ja. 8 mei in de Bitterzoet hier in Amsterdam. Oké, nee, goede zaal. Ik weet, het is een beetje ambitieus en hooggegrepen, maar ik zou het dus echt fantastisch vinden om dit jaar op Lowlands met jullie te spelen. Dus mijn vraag is eigenlijk of je misschien zou willen komen kijken naar mijn optreden. En dan zou je kunnen kijken of je het Lowlands waardig vindt.